Hallo en welkom bij een compleet nieuwe aflevering van Leerschaken met Gerhard. Uh, vandaag gaan we eens even kijken naar de opening. Hey, je weet hoe de stukken mogen. Je weet uiteindelijk wat mat is. Uiteindelijk heb je een bord gekocht. Je hebt stukken neergezet. Je weet hoe het bord moet staan. Hoe je je stukken op moet stellen. Maar dan, wat moet je doen? Geen idee. Uh, het enige wat ik je over de beginstelling kan, uh, kan vertellen is dat je van wit. 20 verschillende zetten kan doen. Je kunt ook nou, met een pion mag je 1 of 2 zetjes doen. 8 pionnen keer 2 is 16 en 2 paardzetten per stuk. Dus in totaal 20 verschillende zetten. Nu zijn er wel een aantal uh, basisregels in de opening, hè, wat je eigenlijk zou moeten doen in de opening. Nou, ten eerste, uh, het centrum is heel belangrijk. Nou, wat is nou het centrum? Het centrum is het midden van het bord. Ik zal het hier eventjes aanwijzen. Deze vier velden en wat daar net omheen draait, dat is het centrum. En dat is altijd heel erg belangrijk. Waarom? Omdat je een stuk op het centrum gericht hebt, dan kun je ook heel snel van de ene vleugel naar de andere vleugel. Uh, stel je je stuk allemaal aan de rand van het bord, dan kost het heel veel tijd om een stuk van de ene kant naar de andere kant van het bord te bewegen. Uh, dus het centrum is belangrijk. Daarnaast is het belangrijk om stukken te ontwikkelen. Dat is punt 2. He, je, hebt, je hebt allemaal verschillende stukken, zorg ervoor dat ze snel meegaan doen, dus snel paarden lopers eruit. De dame meestal minder snel, want de dame is aan de ene kant een heel aanvallend stuk, aan de andere kant, he, omdat ze het sterkste stuk is, als ze wordt aangevallen, moet ze ook bijna direct weer terug. Dus dat is punt 2, stukken ontwikkelen en punt 3, koning in veiligheid. Nou, hoe ziet het nou in de praktijk eruit? Wat ik al zei, het centrum is heel belangrijk. Dus wat altijd een goed idee is om één of twee pionnen in het centrum neer te zetten. Hey, dit noemen ze ook wel eens een keer het ideale centrum. En als je dan nou kijkt hoeveel velden die pionnen voor zwart al afpakken, dan kun je je voorstellen dat dit een heel sterke opstelling is. Nou, het liefst wil ik dan mijn paarden wil ik op de normale velden, waardoor door zoveel mogelijk op het centrum gericht staan. Dus paard naar F3 en paard naar C3. Ik wil graag de lopers naar C4 en naar F4. Daarna wil ik mijn koning in veiligheid hebben, dus bijvoorbeeld korte rokade. Daarna zou ik nog eens een keer dame d2 willen spelen. En vervolgens wil ik mijn torens ook actief in het centrum hebben. Nou, als je de kans krijgt en zwart doet allemaal rare zetjes en trekt zich niks van jou aan, dan zou dit een hele mooie uitgangspositie zijn om het spel verder te vervolgen. Helaas hebben we natuurlijk ook te maken met een tegenstander. En dit is dus theorie. In de praktijk zal het er bijvoorbeeld zo uitkomen te zien. Ik zet alle stukken even terug. Ik open dus met de pion voor de koning van e2 naar e4. Zwart speelt bijvoorbeeld e7 en e5. Ik ontwikkel mijn paard, valt de pion op e5 aan. Zwart ontwikkelt ook zijn paard. Daarna wil ik de loper eruit spelen. Zwart zal zijn loper eruit spelen. Nou, dan zie je al dat ik het ideale centrum kan ik nooit krijgen, want dit veld staat door de pion aangevallen, door de loper aangevallen en door het paard, dus dat kan ik in dit geval weer op mijn buik schrijven. Ik kan het natuurlijk wel snel de rokade doen. Nou, zwart zal bijvoorbeeld zijn paard naar f6 zetten, ik zal mijn paard naar c3 spelen. Oh, even de rokade afmaken. En dan zie je dat je wel probeert aan die basisregels vast te houden. Hè? Pion in het centrum, of het centrum zo goed mogelijk bezetten. Stukken ontwikkelen en de koning in veiligheid, maar dat je dus altijd ook afhankelijk bent van wat je tegenstander doet. Want in dit geval bijvoorbeeld een plan zou zijn d3, lopen g5, misschien dame d2 en dan vervolgens de torens in het centrum. En ja, natuurlijk ben je bij iedere stelling ben je wel weer afhankelijk van wat je tegenstander doet. En dat is het lastige, maar natuurlijk ook het mooie aan schaken. In de vorige video heb ik een aantal manieren laten zien waarop je heel snel kan winnen. En de manieren die ik toen geleerd heb, of je even snel hebt laten zien, uh, druis je, je dwars tegen in. Ik zal je nu ook laten zien hoe je bijvoorbeeld kunt verdedigen. Uh, E4, E5. In de vorige zet hebben we lopen C4 gespeeld, lopen C5. En toen heb ik dame h5 gespeeld. Nou, wat ik net uitgelegd heb, de dame blijft meestal een beetje achterin staan... ...omdat ze heel makkelijk aangevallen kan worden. Nou, de vorige partij heb ik laten zien, of de vorige les heb ik je gezien... ...dat paard f6, dat dan dame maal f7 mat is. Uh, dus paard f6 is niet de beste. Wat natuurlijk altijd de bedoeling is, is dat je altijd kijkt wat stukken doen. Wat dreigen ze? Nou, hier zou je moeten gezien hebben dat die pion op F7 twee keer staat aangevallen. Dus het enige wat je hoeft te doen is die pion verdedigen. Nou, dat kan bijvoorbeeld met dame E7 heb je de pion gedekt. Met dame F6 heb je die pion gedekt. Stel dat je bijvoorbeeld dame E7 speelt, zou je daarna paard F6 kunnen spelen. Val je de dame op H5 aan en die moet alweer terug. Dus kortom, als je aan die basisregels houdt, pion in het centrum, stukken snel ontwikkelen en de koning veilig, dan kom je in de meeste gevallen kom je een heel eind. Blijf natuurlijk wel kijken wat je tegenstander doet. He, je kunt niet zomaar, uh, zoals in het eerste voorbeeld dat ik gaf... al die pionnen hier neerzetten. Uh, blijf goed kijken wat je tegenstander doet en reageer daar ook op. He. Met het, een simpel voorbeeld, stel ik speel E4 en mijn tegenstander doet H6. Ja, nu is er geen reden om mijn plan niet voor te zetten. Het ideale centrum op te bouwen, he. speelt hij na B6... Dan wil ik wel graag mijn paarden eruit. Doet hij allemaal van die rare zetten. Ja, dan kan hij natuurlijk wel mijn ideale stelling opbouwen. Uh, nogmaals, maar doet het zwart wel iets in het centrum. Dan ben je toch genoodzaakt om je plan aan te passen. Tenminste, ten dele. He, dus e4, e5. Paard f3. Paard c6. Je zou bijvoorbeeld ook lopen, kunnen, lopen b5 kunnen spelen. De Spaanse opening. Het is in principe... He, Probeer zo snel mogelijk stukken te ontwikkelen. Hou het zeker als beginner aan. Als je op een gegeven moment een aantal grootmeesterpartijen naspeelt, dan, dan kun je ook zien dat de eerste tien zetten, gaan allemaal om het centrum, stukken ontwikkelen, et cetera, et cetera. Soms wijken ze een beetje af, omdat ze gewoon heel veel kennis hebben van het spel. Maar zeker in het begin hou je gewoon aan deze basisregel. Pionnen in het centrum, stukken naar het centrum en snel de koning in veiligheid. Hier zou je bijvoorbeeld kunnen rokkeren. F... Oh, de rokade pakt hij niet automatisch. Paard F6. Nu zou je bijvoorbeeld je pion kunnen verdedigen met toren E1, want die stond aangevallen. Ja, vervolgens zijn er een heleboel dingen die je zou kunnen doen. Uiteindelijk wil je wel proberen het centrum. Dat blijft niet alleen de opening belangrijk, maar verder ook. Vaak als je sterk staat in het centrum, dan wordt het heel erg lastig voor je tegenstander. Maar ja, je kunt nou wel zien dat je D4 er niet doorheen krijgt. Maar misschien wel C3 spelen, D3. Uh, lopen E3, paard D2. Maar zorg in ieder geval voor dat al je stukken zo snel mogelijk actief worden in de opening. En ja, daar heb je een heleboel manieren voor. Hè. Er, zijn, er zijn talloze openingen, talloze varianten op die opening... waarbij je net weer even wat anders kan spelen. En maar normaal die basis van die opening, die drie basisregels... Pion in het centrum stukken ontwikkelen en koning in veiligheid... die, die gelden bij wijze van spreken voor 99% van alle openingen ooit gespeeld. Probeer het gewoon eens een keer. En ja, loop je tegen dingen aan. Laat het gewoon even weten in de comments. Vergeet natuurlijk niet de video te liken als je wat aangehaald hebt. En abonneer je op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot snel.